Welkom bij het Hondengedragscentrum van Aniek Winters. Wij bieden in ons centrum meerdere services aan, zoals gedragstherapie, hondenopvang, hondenhotel en trimsalon. Maar ook geven wij erg leuke en leerzame workshops, cursussen, consulten op locatie, loslooptrainingen, de verkoop van producten zoals onze bekende Aniek Winters trainingslijn en ontzettend grappige en leerzame theatershows. Er volgt nu als eerst een rondleiding door ons gedragscentrum en daarna nemen we een kijkje in een dag van de hondenopvang. Voor de veiligheid van onze honden is ons terrein omringd met een hek. Deze zag u zojuist op het filmpje voorbij komen. Dit hek is geopend in de haal- en brengtijden tussen 7:30 en 8:30 en tussen 5:30 en 6:00. Voor een proefdag bent u welkom tussen 8:00 en 9:15 's morgens. Wanneer u het terrein binnenrijdt, mag u langs de paardenbak verder rijden naar de parkeerplaats achtergelegen op ons terrein. Gelieve hier even met de hond in de auto te wachten totdat een van onze medewerkers u komt ophalen. Hier ziet u al meteen het nachtverblijf. Geschikt voor de hondjes die hier logeren of die tussen de middag nog even naar binnen moeten voor wat rust. Wij vervolgen onze weg naar onze mooie nieuwe loods. Hierin bevinden zich meerdere faciliteiten, maar ook de honden kunnen hiervan gebruik maken wanneer het regent of sneeuwt, zodat wij lekker met hun kunnen spelen op een overdekte locatie. Voor vragen kunt u zich melden bij een van onze medewerkers van de receptie. Wij vervolgen onze weg voor een kijkje in de trimsalon. Hier kunt uw hond gebruik van maken als hij bijvoorbeeld een dagje heeft gespeeld in de opvang. Hier ziet u de spreekkamer, waar de intakegesprekken plaatsvinden voordat u deelneemt aan een roedelopname of consult met uw hond. Aansluitend vindt u ook een woonkamer, waarin wij situaties kunnen uitbeelden die ook bij u thuis plaatsvinden. Hier ziet u onze kantine en het kantoor, waarin wij goed overzicht op de honden kunnen houden. Ook een beeld van onze mooie toiletten mag niet ontbreken, waar u als klant uiteraard ook gebruik van mag maken. Boven hebben wij nog een mooie ruimte met bar, waarin leuke lezingen, workshops en cursussen worden gegeven door onze trainers. Wij zullen nu even gaan kijken in de opvang zelf. Startende dag op veld 2. Hier wordt uw hond ook als eerst binnengebracht. Als eerst nog even apart, waardoor hij door een hek even kan wennen aan de rest van de honden. En vervolgens wordt alles samengevoegd als iedereen binnen is. Wij vervolgen onze weg naar veld 3. Dit is een zandveld. Hier kunnen ze even hun behoefte doen of ravotten. Maar niet te lang, want we moeten alweer door naar veld 4. Op veld 4 kunnen wij namelijk pas echt goed de dag starten met een grote wandeling. Het doel van deze wandeling is om alle honden samen te brengen. Hierdoor vormen wij een roedel en wordt iedereen in de groep goed geaccepteerd. Wij kunnen de eventuele spanningen er nog even uitlopen en we zijn zo samen echt een groep. Na deze wandeling schroeven wij het tempo nog een beetje op door nog een uurtje met ze te gaan fietsen. Tussen de middag wordt er een moment van rust gecreëerd, waarin de honden een plekje mogen zoeken op een van onze banken of stretchers. Ook hebben wij een superleuke agility speelweide tot onze beschikking, waar we samen met uw hond kunnen trainen. Dit is onze zwemvijver, welke speciaal voor de hondjes is aangelegd. Wanneer het zonnetje schijnt, vinden honden het geweldig om hier een frisse duik in te nemen. Wanneer het echter regent of sneeuwt, kunnen zij gebruik maken van de grote overdekte speelhal.
Hierin zullen verschillende activiteiten voor de honden plaatsvinden. 'S Middags sluiten wij de dag af door middel van nog een activiteit. Vaak vinden honden het leuk om nog een keer te gaan fietsen, maar als de gelegenheid ervoor is, pakken wij er een bal of de step bij. Wij danken jullie voor het bekijken van dit introductiefilmpje. Voor eventuele vragen kunt u zich melden bij een van onze medewerkers.